Ach hier, ach die emu's, die clown. Die ik ben geen clown. Pielen. Die is een lelijke clown. Ach oh, gooi ja joh, wat volg ineens. De kennerij. Die dragon kan niet doen. Die profi niet? Nee. Ja, echt niet? Nou, kom bij me dan. Hollywood ertussen weg. Nee, dat kan niet. Dat moet je. Dan moet hij even gewoeld worden. Die even lekker diep voelen. Hij zat op het hondje. Nou, M. King, overal een beetje waak nou weer. Noord trek van 3 juni jongsleden. Hè? Het was niet meer aanstaande, maar jongsleden. We zijn opnieuw map terechtgekomen. Nou, ik. Ko nog niet. Ko is er nog niet. Maar ik wil even een testje doen. Even testen draaien. Kijk wel een beetje goed waak. Testing de audio, microfoon, jack. Alles. PC heeft een enorme update daar. Dus ik wil alles. Kijk alles. Klap, daar. Testing de. Klap, daar. Yes. Alles doet het weer, jongens. Hoest, check. Ja, klinkt wel goed voor mij. Volgens mij, ja. Why not? Jongens, nieuwe map. The Woodshire. Ik zal, oh, dit is wel een stuk harder geluid. Dat is wel duidelijk, hè. Sidetag doet weer. Alles is de stuurtje die draait en doet weer. Mama, wat een mooie dag. Niet trek. Hoi. Kill. Ik heb genoten, jongens. De mensen die er allemaal bij ons waren en ons even een goede dag zeggen. En we hebben met elkaar op de foto geweest en we hebben elkaar een handtekening gegeven. En ze hebben een keer een petje van me gekocht en een t-shirtje van me gekocht. En een aanstekertje en een muismat en een tweetje. Het was echt super gaaf. Nogmaals een dank u wel naar de heer Jack Spider. Moet ik toch hem expliciet bedanken, maar die jongen die heeft het fantastisch en mooie beat erover erbij neerzet. Echt superleuk. En ook die mooie doeken die om die rover heen van Amy's en Koos. Ja! Dan daarnaast ook Richard, hè, de Deer Hunter 92. En Jort, hun kameroor die ook met helpt me op met. Echt fantastisch. Ik ken er nog niet over uit dat het zo afgelopen is zondag. Fantastisch. En wie waren er allemaal nog meer, jongens? Mr. The Block himself was er ook. Gewoon helemaal uit Denenkamp. Onderweg heeft de NL-trucker. Ja, de NL-trucker oppikt. Schitterend. Eerlijk woord. En ze hebben de hele dag bij ons geweest. Ze hebben aan de vlogging geweest. En ze hebben met mijn koor ook weer handtekeningen gedeeld. En het was echt... Ja... Jongens, ik voelde me gewoon een enorme YouTuber. I killed. Ik moest er gewoon aan wennen. Het was echt fantastisch. Ridder on Tour, Mr. Padri. Ridder. Was er ook uiteraard bij. En die jongen had heel dat bij me geweest. En die jongen was ook aan het eind van de dag. Hij zat bij mij in de bus toen we naar de McDonald's gingen. Naar die tier. Ik zei, hoe is je, jong? Oh, ik ben kapot, zetter. Oh, het was fantastisch. Coach Jart kwam ze nou en dan ook even kijken. Ja, die zat bij de organisatie, dus die kon er niet altijd bij wezen. Maar zo nou en dan kwam er een bimmy, we hebben even wat fotootjes knipt en... mooi man. Dat was echt super mooi. Wat ik heel weinig van mekkering heb, is uiteindelijk de trekker. Ik ben wel benieuwd wie won het. Ik denk volgens mij die dikke leger tank. Want dat was wel een serieus stukje machine. Kleine interruptie. Er moest even een container worden geleegd. Nee, maar nog even verder gewoon. Ik heb allemaal jongens zien die op de trek waren. Ik noem even een Klaas-Jan Kruger, wat ik gewoon fantastisch vond. Die jongen die kwam bij me en zei, goeiedag, ik ben Klaas-Jan Kruger. Dat is toch mooi, hè? Die jongen die zie je elke keer in de chat. En nou ineens staat het ding alweer. Ik vond het fantastisch. En Peter Brouwer, die was er ook. En de Wolfman die kwam, die had de hele dag bij me geweest. En ik zweer het, meneer Guido Koning zelf, helemaal uit Noord-Holland,
kwam gewoon keurig hartstikke mooi bij me staan. En we hebben mooi met elkaar de hele dag een beetje opgetrokken. Het was gewoon super. En wat kan ik nog meer vertellen, jongens? Het ging s'morgens ging we om nou, we waren er om 8 uur, denk ik. En nou, gingen we de tent een beetje uitzetten en de t-shirtjes een beetje ophangen en nou, noem maar op, de bus een beetje heen zetten. En, nou, we hadden mooi alle ruimte, dat was ook fantastisch, even richting de STTN, even een perfecte organisatie. We konden hem er hartstikke mooi heen zetten, er was vlakbij ons was een springkussen en een mini trekkertrek en een zandbak en super. Maar we konden hem er gewoon mooi uitstalden en ja hoor, rond 8:30 of zo denk ik, 8:15. Komt zo Mr. B erover, die komt eraan zetten. En hekken aan de kant en die ging wat mooi bij Noorset. Zo bijzonder dat in één keer mensen zeggen van, mag ik aantekenen? Mag ik even bij jou op een foto? Mag ik even ditje? Mag ik een goede dag even zeggen? En dit, tuurlijk, het was, alles kon, alles mag, alles was fantastisch. Dus dit was echt zeker voor herhaling vatbaar. Nou wil ik dit niet elke... Niet volk doen, hè. Maar gewoon zo nou en dan eens een keer zoiets te organiseren. Of een keer weer... Nou, misschien leuk om met mijn koor weer eens een keer even ergens te staan. Dat is super grappig. Ja hoor. Maar jongens, dus we zijn even Delstreken op een nieuwe map. Het lijkt mij weer een mooie gelegenheid om even weer wat anders te beginnen. En dat is de Woodshire versie 1.3. Ik zal ook hier bij de link even in de beschrijving zetten uiteraard. Maar hij is vrij overal wel te vinden, Woodshire. Het is een compleet andere map die we verwacht hadden, of die we wend ben. Niet wat we verwacht hadden, maar die we wend ben. Ik zal even de core omhoog trekken. Check dit. Het is echt een veel kleinere map. Maar ja, net als bij Don Diego, die was echt enorm. En dan kom je toch niet, als je met z'n tweeën bent, kom je toch niet aan alle mappen en alles toe. Dat lukt dan niet. Dus nou heb ik het idee, we gewoon even wat kleiner, even wat knusser. Dit is wat, zit wat meer bulten in gaten nemen en zo, maar het is wel mooi aangelegd. Ook de bio straks is een heel mooie locatie en nou, de koeien en de schopen en de kip en zo zijn allemaal een beetje uit mekaar, dat wel. Maar het is niet zo'n grote map, dus je rint er heel makkelijk in naartoe. Nou, we zijn nou officieel aan het opnemen. Go. Oké. Okay. Yo. We zijn Delstreken op Maandenstee, Koos Jaten. Ja, we zijn een flying west. Ja. Van Don Diego naar hoe heet dit plek? The Woodshire. En dat is een plekje bovenin Ohio. Ohio. Hey, yo. Yo. Ohio. En het is een compleet andere map als dat we wend ben, Koos Jaten. Ja, daar kom ik ook achter. Het is veel kleiner. Ja. Doch knusser. Oh, is dat zo? Dat denk ik, want we zien elkaar veel vroeger nou, denk ik, straks. Ja. Zoiets. ik ben al begonnen. Ik heb hier boven in de map is een koeienstal. Ja. En door is een mais stukje bij, daar ben ik aan het hakselen en doe best nou bij de winkel. Wat ga je eens kopen, Ko? Ik heb een kunstmastreu gekocht. Ja? En ja, ik weet niet, ik heb een case combine gekocht. Ja? En ik heb een keeper gekocht. Nou, wil ik dat maaibord oppakken, dan moesten we even kijken hoe dat ding ligt. Ja, mooi poel. Ja, er zit geen transportkabel. Het die vertegenwoordiger was er net over aan. Let er niet bij, hoor. Nee. Over een combine van 3 ton plus. En die kaart met een paar balken en wiel, dat kon er niet af? Nee, misschien wel niet. Moest wel heel schaaf. Kill. Maar we gaan gewoon de map. Ik heb geen zin in om met 20.000 euro eerst alles op te bouwen. Dan hebben we geen tijd voor kotjaat, hè? We gaan gewoon. Onze centen die we in Don Diego verdiend hebben, dat beschouwen we maar weer dat we dat gebruiken in deze nijmap. Ja,
Ik wou wel de Garbati. Ja, maar ik vind het niks. Ik vind er niks aan om. We moeten een startkapitooltje hebben, maar dat vind ik niks aan. Nee, zo is dat. Nou, kun je ook gelijk met koeien kopen, kun je gelijk een beetje voeren en een beetje van alles doen. En dat duurde veel te lang. Ja, nou, dat zei ik dus ook wel. Zeest u dat? Oh. Wist ik niet. Ik heb dit stuk land gekocht. Land nummer 9. Oh. Nummer 17 en 9 is een van de grootste velden, denk ik, waar ik nou op zit. Ja? Ja, denk ik wel. Best een beetje bijkom van het trek in Niziel, jongsleden, 3 juni, jongsleden. Een beetje. Ja? Heel klein beetje. Oh. Doe ook? Ja, ik vond het fantastisch. Ik ook. Ja, we hebben daar niet al te voor gezien, maar ja, zo is het eenmaal. Maar daar wist u? Daar wist ik. Maar ik heb wel veel handtekeningen zoek kunnen doen, dat scheelt wel. Hè? Ja, mooi man. Doen we iets meer, maar ik ook wel. Ja, nee, maar dat is. Zo is Co ook een beetje incognito als er op aankomt. Ja. En die leger tank met zijn demo. Oh. Die heeft maar één keer getrokken, of niet? Twee keer. Of wel twee wees keer? Wees niet op, blijf. Wat voor dingen. Nou, daar kan ik gelijk weer uitknippen van. Nou ja. Waarom heb ik het niet zien? Omdat ik zoveel bezoekers had. Ja. Wat gewoon superleuk was. Nou, ik heb net ook al even mijn introfilmpje vol pro. Die zet ik er ook in mee. Oh. Juist. Oh, sorry. Ja, nou, dat ging er weer uit, hè? Ja, maar jongen, moet ze hem wel even kwijt. Ik heb afgelopen week met die compilatievideo 4 oren zitten te knippen met de plaak. Ik wil niet te veel knippen, nou. Kom. Oh. Maar we beginnen niet al te zwoer een dik spul. Gewoon het ene dikste spul, of niet? Klopt. Wat bist u nou? Wat ga je doen? Wat bist u nou? Ik ben met een maaibord aan het aankomen, maar die diesel is te lang. Oh, dat is de hele aflevering, zeg maar. Nou, pakt hij die kaart niet? Ja, waar ik ook nooit. Ah, die Kees, er zit geen. Oh, sorry, er zit geen trek ook achter. Jawel hoor. Doe ik in sowieso een kaart achter. Nou, wist je dat wel heel zeker? Nee. Kijk door zonder die combine. Zit er een trek ook? Had hem niet nou zo verkocht. Van dat kan allemaal en dit en dat. Nee, dat moet men luister trekken. Ach, wat is dat nou weer verwaakt daar? Ik gewoon helemaal beknisseld. Geen trek eigenlijk, dames en heren. Nou, neem maar met, ik hoor. Neem maar met mijn T8. Hé jongen, Klauw. Zit geen achteruit de signaal op. Er is mijn oorst over de haak. Niet verder. Nee. Waar stond hem nee? Misschien eerst. Nou al misko. Ja, bij deze al. Oh, stop. Oh! Ja, met een maaibord tegen hem, doe. Ja, maar we moeten ook tarwe hebben om te combineren, nee. Ja. Hebben we dat wel. Nummer 1 gewoon kopen, volblaben en oh nee, dan gewoon wel afcombine. Ja? Ja, wacht even, stop. Ja, is dat wel klopt? Even stop. Nog kieken, trouwens. Ja? Nou, deze Maybach-kaart is gewoon niet goed. Oh, nou ja. Ik heb hem niet achter de T8 hem. Nee, maar die T8 heeft geen ondertrek, hè? Ook zo'n miskoop van Nieuw-Holland. Zo, ik heb gezegd. Wat is dat? Er zit een zwaailaar in, jongens. Nee hoor, die onderste heeft geen... Kan hij niet aanpakken. Dat had hij 2 jaar altijd al had, ja. Nou, ik koop ik nog een Nieuw-Holland erbij. Een kleinere Nieuw-Holland in, dus dat mag ook wel. Je kan die Ford nog wel kopen, die Ford 2000 voor die kaart te vervoeren. Ach, maar je moet ook een multifunctionele trekker in mee. Dus. Ja, die had ik, die Profi, die heb ik gekocht. Die Ford 7000, is dat waar? Nee, ik wil gewoon een andere trekker in. Ja, zo. Ja. Ik wil gewoon echt een mooi trekker. Nou, ik zal afwachten waar hier in één keer uit de lucht komt vallen. Oh, de MB-trekker. Helemaal roert met die één, jongen. Probeer die eens voor die Maybach kaart te zetten, man. Doe ik even. Klik, paard. Ja,
Nou, dan neem ik de keeper van mij. Ah, hij moest dan trekken bij. Hè? Ja, die theaterpen die was gewoon te dik voor, die, voor dit dizzeltje. Maar dan kan die strooier wel even op snoet. Ja, die pak ik hem op snoet toe. Nou, pak dan eerst die strooier even op snoet. Omdat hij staat dat goed, ja. Ik kan hem zo pakken. Oké. Okay. Oh. Ik heb het wel. Het is mij met een poort ook nu weer spelen, hè? Ja, klopt. Even dat oefenen hoe dit dan moet. In de Woodshire. Moet ik even kijken wat ik weet moet, hè? Ik moet ook even wennen aan de map. Ja, nummer 1 moet ik kopen. Oh, ik ben al is er ook refill stations, als er allemaal... Ja, bij de koeien heb ik die eens, hè. Bij de koeien? Ja, maar door is ook soorten nodig. Oh. Oh, dan moet ik ook even kijken wat ik hier maar wil doen. Nou, volgens mij was hier een paard. Ach hier, ach die muziekclown. Ik ben geen clown. Die is een lelijke clown. Dit schiet ook. Oh gooi jij joh, wat volg ineens. Dit schiet ook geen ruk op. Kist die auto's ook van de weg af, bonjour. Bonjour hè. Ik moet over het water, ik moet niet over het water. Hier is toch een paard naar rechts, of is dat water naar rechts? Oh, het is 9:45, eerst een kooi erheen. Go. Ja, doe maar dat, jongen. Nou, en nou? Oh. Hoe kom ik door? Door de boesboes, hè? Oh, ik kom er helemaal niet. Waar ben je heen rijden? Ja, dat is een heel mooi padje door dit bos heen. Is er 1 al kocht? Nee. Nee. Ik wacht eerst op die. Ik sta hier, ik zet het trekken wel uit, want hij is nou wel afgekoeld. Nee, ik ben hier nou bij 1. Oh. Ik ga hem kopen, alleen hij is nog niet klaar. Nee. Ik doe hem maar kunstmestreuk, maar ik heb niks in. Oh. Ik denk ik ga hem strooien. Maar ja, dan moet ik ook even mijn trekker op smalle marges aan, hoor. Zal ik die dan maar hebben kopen? Ja. Heeft hij dat denk ik vastklikt, die My Bar? Nee. Honleurs. Niet ja, een spaanbaantje ofzo. Nee, een hoog eigen gewicht, joh. Nou, ik ga naar Maaksel. Ik doe maar Maaksel. En zo bij die. Dat is goed. Ik heb Olga ingehuurd. Oh, poep. Wat heb ik nou gedaan? Knip dat dan maar in muur. Ik heb een ei. Ja, ik had een 4-cylinder. Ik had beter die 6-cylinder kopen kunnen, denk ik. Nou, die kan hier helemaal niet draaien. Ik zal dit eerst zelf wel hem zijn, want anders komt dat een eigen auto. Je moest hier dan komen met een keeper. Een keeper? Maar nou, hoe was de keeper? Ik zie hier alles zelf af te haken. Ja, ik kan niet alles alleen doen, nee, muus. Die profi moet eerst met op de bult. Ja, die wil me aanrijden, man. Ah, jongens. Dit is niet goed. Wat niet? Die trekker kan niet doen. Die profi niet? Nee. Ah, echt niet? Nou, kom bij me dan. Nou, Hollywood er tussen mij. Nee, dat kan hij. Dat moet jij. Dan moet hij even gewoeld worden. Die even lekker diep voelen. Hij zat op het hondje. Mooi snij. Ja, nee. Ik doe even een trek, maar ik kan het niet doen. Ik kan het niet doen. Gaas. Ja, ik heb vol gaas. Oh. Hij gaat door de overdruk van de bak, weet je wel. Oh. Dat gaat niet goed.
Dat gaat even duren, Kool. 27 liter per uur. Er ligt een plaatvuur in. 0 kilometer per uur. Wel, hij riet. Ja. Hier. Oh, 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 oh. Pak niet te jagen, maar zit hier er maar tussen. Dan ken ik met een profi wel alleen maar op een bul. Die band die komt gewoon door de spatbord neer. Zie je dat? Ja, ja, dat is net bij je. Ja, dit is de trekker helemaal nog niet eerder had in de game, hè? Nee? Nee, dit is die profi, Vario. Die dit is niet in-game, dit is mod. Oké. Okay. Daar rijden. Nou, ik kom al aan met de T8, ja? Ja, gewoon ik denk al, wanneer staat het eruit? Yes, ik zit erin. Dat je nooit zo dom aan doet. Oh, dit, wat is dit dan? Hier een sled. Een sloot. Sled? Hoe kan dit nou? Hè? Oh, jeetje. Ik zie helemaal geen... geen maïs uit die bak donderen. Ja, maar zo wel doen. Ik zweer het niet, ik zie het gebeuren. Nou, wat stom. Ik zie het gewaar niet vallen. Is dat nieuw of zo? Hoe switch jij over van het ene werktuig naar het andere werktuig? Met G. Ja, of met de side-tag? Ja? Die hele grote knop, 21. Voor de joystick. Oh ja, goh ja. Je bent er echt aan het niet in. Ja, nee. We rijden even waar wij dat bord staan hebben. Zo, hier even. Piep. Ik vind het bijvoorbeeld mooi dat je hier een beetje onder die boom stond en zet een mooi putje naast. Ik vind het nostalgisch. Ja, dat. Ja, nee, maar. Wat zou dat werken hier? Ja, dit is wel een mooie start, Sjaar. Even bij je achter u, dan zie ik mijn stijl niet. Kom op. Zo. Wacht even. Zo. Komt het even bij me staan? Ja, ik was net onderweg naar die toe, ja? Oh, bedoel. Nee, ben je... Wow. Nee, dit is wel een mooi startshot voor de volgende keer. Hol me eens maar op. Ja, sowieso. Tot later. Ja, tot rusten. Ja. En even hangen blijven, ja? Ja.